Dat is ook een beetje de reden waarom je nu die koerssprong in een aantal auto's ziet. Hey, welkom bij Lopencash. Ik ben Chris. Ik ben Berry. En vandaag gaan we eens even kijken of we aan de voet staan van de altcoin season. Oeh, spannend. Ja. heel spannend. Maar ja, we zitten er allemaal wel een klein beetje op te hopen. En er zijn hele rake klappen gevallen wat betreft altcoins. Zeker. Wij hebben even gekeken in de livestream van de week ook trouwens naar cijfers van vorig jaar. Mm. Want ik dacht eigenlijk dat we nog wel in de plus zouden staan in verhouding met vorig jaar. Ja. En inderdaad, bitcoins gezien staan we in de plus. Verleden jaar rond dit tijdstip was de bitcoin $1,400-$1,500. En inderdaad, qua bitcoin staan we nog zeker in de plus. Ja. Maar de alts zijn gewoon, bijna alle alts zijn minder waard als vorig jaar. Ja. Dus die hebben inderdaad toch wel duidelijk hele zware klappen gehad. En het schijnt, de tekenen zijn er nu dat bitcoin redelijk stabiliseert. Dat er geen hele gekke prijsschommelingen zijn op dit moment. En ja, dat geeft de alts misschien wel kans tot beweging op dit moment. Ja, want wat je al zei, de alts zijn echt inderdaad heel zwaar afgestraft. De bitcoin is het afgelopen jaar vanaf de all-time high ongeveer tussen de 70% en 60% geretraced. We zien dat het voor heel veel alts bijna rond de 90% ligt. We zien het ook hier. We zien hier de huidige prijs, wat de all-time high geweest is. En hoeveel procent er benodigd is dus om weer op die oude all-time high te komen. Nou, als je naar de bitcoin kijkt, tuurlijk zijn wel extreme cijfers. Dit zie je niet in de financiële markten. Maar in de crypto 206% kan. Moet te doen zijn. Maar als ik dan naar sommige alts... Kijk naar Ripple, 1000% moet je dus retracen. Ja, dat is niet normaal gewoon. NEM, 1750%. Zcash, bijna 4000% wil die weer op zijn Cardano, oude. 1100%, 1200%. Die coins zijn zo gigantisch hard afgestraft. Dat is ook een beetje de reden waarom je nu die koerssprong in een aantal alts ziet. Die zijn gewoon... het is altijd een optelsom, hè? Dus de Bitcoin weet niet heel erg. Die kiest gewoon geen zijde, kiest geen kant. In lange termijn zitten we in een bear trend, maar korte termijn zitten we niet echt in een bear trend of niet in een uptrend. Dus het is gewoon niemands land. Die coins zijn te hard afgeschaft en er gaat gewoon een coin poppen. Verleden jaar, hè? Op het hoogtepunt. Ja. Iedereen zei, what goes up must go down. Ja, ja, is ook zo. What goes down must go up. Ja. We kunnen op een gegeven moment ook niet verder omlaag. En dan gaan we gewoon weer een keer ook omhoog. Zo is het gewoon. Zo werkt een hele market cycle. En zo zit het gewoon in elkaar. Wat omhoog gaat, gaat een keer omlaag. En wat omlaag gaat, gaat ook weer een keer omhoog. Ja, en wat was de trigger dan voor deze alt... Ja, je mag het nog geen alt run noemen. Het is nog zeker moet echt run, meerdere maar. Dagen op elkaar. Maar het kan wel een voorteken zijn van misschien iets moois. Het begon een beetje... Het is ook niet te zeggen dat het nu een altcoin season wordt. Maar het is wel... Tijd voor de alts om even... Nou ja, kijk, er is een significante zijn geweest. Ja. En dat moet je wel bespreken. Het begon eigenlijk met twee coins. Voor zover ik het heb begrepen. VeChain? Je had VeChain met dat positieve nieuwsbericht. Dat ze met een hele interessante oplossing kwamen. Dat ze medicijnen willen gaan traceerbaar gaan maken. Ja, dat is natuurlijk... Ja, ik heel vaak denk ik bij mezelf, ja, wat kan je allemaal met crypto? En maar dan komt er weer zo'n idee. Ja, maar en dan dit is een van die dingen waardoor je dus ziet wat de potentie is van crypto en blockchain. Ik kan als ik... En dat hebben wij al vaker aangehaald, ook wat betreft VeChain. Ja. Wat hun willen gaan doen en al die coderingen en toestanden vastzetten in de blockchain, dat is gewoon gigantisch. Dat is een selling point. Dat was in het begin met VeChain, dachten mensen, ja, een flesje wijn traceren of zo. Maar als ik nu tegen een voorbijganger gewoon op straat zeg... Je kan dit er ook mee, dan snapt die persoon gelijk. Oké, dit is echt gewoon goede business. Ja. Die begon eigenlijk gelijk al te pompen. En hadden we ook nog de Ethereum Classic met een beetje nog de naweeën van de listing aan Coinbase. Ja. En eigenlijk die twee altcoins begonnen als eerst te poppen. En trokken gewoon in één keer al die altcoins die achter stonden.
ja, die ging ook in één keer meekomen. Neo ging dik plus 20%. ICX heb ik plus 20% gezien. Nano ging volgens mij een hele, ja, met, een hele met een bloedgang omhoog. Ja. Dus, ja, inderdaad, we hebben al mooie cijfers gezien. Maar ja, om echt een altcoin season, altcoin run te noemen, ja, dan moeten we toch wel een weekje echt wel knalcijfers zien. Ja, weet je wat het is? Ik denk ook nog niet dat het echt een altcoin season is. Nee, maar dat het wel tekenen vertoont van een eerdere boeren die we hebben gezien. Dan zag je dit soort cijfers dag op dag de op dag zijn op dag wel gewoon, achter elkaar. Zeker als je dan de jaargegevens erbij gaat halen. De altcoins zijn gewoon op een dieptepunt nu. Ja. Ik weet niet of we dat nu ook nog aan moeten kaarten. Maar ze zijn echt gewoon minder waard als verleden jaar. Ja. Dat is gewoon duidelijk te zien. Dat kan je zien in de historical snapshots. Haal de datum van verleden jaar er maar bij. En je ziet gewoon duidelijk dat we nu minder geld hebben in altijd dan verleden jaar. Ja. En de Bitcoin wel. Die staat wel een stuk hoger. Ja, maar dat zien we natuurlijk ook gewoon aan die dominance. Die dominance neemt ook gewoon toe daardoor. En weet je wat het ook gewoon is? Wij kunnen ook niet de bodem exact bepalen. En of er nou een altrun komt, een Bitcoin run, dat kan niemand van tevoren garanderen. Maar wat wij wel kunnen zeggen is dat gewoon de altcoins in verhouding redelijk goedkoop zijn. Ja, inderdaad. En doe daar je voordelen mee. Doe altijd je eigen onderzoek. Wij maken deze filmpjes niet om te adviseren, maar om te informeren. Vind je het nou leuk? Abonneer je dan sowieso op ons kanaal. Even het belletje aanklikken en dan blijf je op de hoogte van de laatste filmpjes die we uploaden. Hebben we ook nog een Discord kanaal. En staat ook een livestream. Ja, weekendstream. Staan allemaal onderaan deze video, alle links. Seminar. 1 september start ons seminar. En ook daarmee willen we gewoon de mensen informeren. En wijzen op bepaalde dingen die je gewoon niet moet doen om geld te besparen. Ja. Leergeld vooral. Want wij hebben foutjes gemaakt in het begin. Daar hebben we van geleerd. En dat soort ervaringen, daar is de seminar eigenlijk voor. Dat soort kennis kunnen we ook geven. Die willen wij delen, zodat andere mensen niet dezelfde fouten maken. Er zijn nog een aantal plekjes beschikbaar voor de eerste seminar. En vind je dat leuk? Op www.dopecash.nl staat meer informatie. Ja, tot de volgende keer. Later.